Heel veel onderzoek heeft aangetoond dat mensen die goed op de hoogte zijn over hoe onze democratie werkt, veel meer vertrouwen hebben in die democratie, meer vertrouwen in zichzelf en meer vertrouwen in de medemens. In onze democratische samenleving speelt kennis een steeds belangrijke rol. Dankzij internet en digitalisering kan kennis steeds sneller, gemakkelijker en ook steeds breder gedeeld worden. Dat hele internetgedreven tijdperk heeft ons heel veel goeds gebracht. Maar daar zitten we nu wel met de uitdaging van hoe gaan we het zo vormgeven dat het ook appelleert aan die basisdemocratische vaardigheden. De basis van ons democratisch gedrag is een kennis die min of meer gemeenschappelijk is. We moeten het min of meer eens zijn met elkaar.